En waarschijnlijk wordt dit een carnavalkraker. Nee. Wat vind je van dit nummer? Leuk. Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik sta hier met Richard. Hi. En Richard, wat ga je vandaag doen? Ik ga naar een nummer kijken. En dan ga je oordelen, want je bent muzikant geweest. Ja. En je zingt graag. En jij zegt dat jij vindt dat ik goed zing. Ja. En jij wilt eigenlijk wel weten hoe anderen zingen. Ja. Dus ik ga soms even met Richard een muziekclip kijken. En dan gaat Richard vertellen wat hij van de muziekclip vindt. En dit is de eerste. Nou, Ries, ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke Nou, dan druk op play. En veel plezier. Dank je. Vertel wat je ervan vindt. Laat aan de mensen ook zien wat je ervan vindt. Duizend, 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 doet ze hem uit of doet ze hem aan. Duizend, 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 oh, ik kan haar niet weerstaan. Duizend steeds als ik mijn ogen sluit. Dan droom ik, dan denk ik, doet ze hem aan of doet ze hem uit. Nou, Ries, hoe vind je, hoe begint hij? Ja, heel vaak, dus twee mensen daar te huppelen bij een busstation. Er is ook geen ene mens te bekennen. Ik zou ook al meteen weggaan als ik dat zag. Maar wat vind je van ze? Wat is dit? Zou ik kijk, ze gaan naar Runderik. Met de bus. Kunnen ze een beetje goed dansen? Nee, ik vind het niet, maar als zij denken dat ze heel goed kunnen dansen, ach. Kijk nou. Die valt op de achtergrond, vind ik niet zo. Oh. In die. Ja. Oh, die bedoel je? Ja, die. Die. Thuis Kroes. Ja, die. Dus dat vind je nog wel leuk aan deze. Ja. Dus dat vind je nog wel leuk hieraan? Ja, de muziek hier is wel leuk. Ja? Want, Nou, dit zegt dat het een carnavalhit gaat worden. Ja, dit wordt een carnavalhit. En wat voor cijfer geef jij? Als de mensen nou niet staan te huppelen. En ze zeggen ook dat dit een enorme clip gaat worden. Nou, dan zou ik maar eventjes beter gaan. Dit gaat ook een enorme hit worden. Die is toevallig met het vorige lied eerst geworden. En waarschijnlijk wordt dit een carnavalkraker. Nee. Wat vind je van dit nummer? Leuk. Nou, vertel me wat je van hem vindt, van Vieze Jack. Nou, ik vind het beter dan de andere. De andere zou ik het een. Maar als je dit ziet. Als ik dit zie. Goed in elkaar zit. Denk je dat dit een carnavalhit gaat worden? Ja, dat wordt zeker een carnavalhit. En waarom denk je dat? Omdat het goed in elkaar gezet is. Ja. Omdat het bijna een kopie is van andere hits van dezelfde zanger. Ja. Dus jij denkt dat dit het wel gaat worden? Ja. Dit gaat het worden? Ja.
Maar hoe is het nou verder met je? Want we hebben een tijdje al niet gesproken in de vlogs. Ja. En we zijn toch wel benieuwd, hoe is het met je? Nou, jullie zien me, het gaat hartstikke goed met me. Nou, nog steeds dat snorretje niet weggehaald waar hij het over had. Ziet het wel leuk uit eigenlijk. Ja, wel genoeg gezien. En hoe gaat het met je? Jij speelt natuurlijk ook mee. Zet even de muziek uit. Van de muziek, want Richard speelt ook best een rol in Shakespeare. En wie ben jij? Ik ben Shakespeare. Nou, dit is Shakespeare. Ja. William Shakespeare. William. En wat ga ik met jou doen? Dat weet ik nog niet, want dat is nog niet gebeurd. Nou, we hebben wel geoefend. En wat gebeurde er nou precies? Ja, zie je zelf. Helemaal blij is zichzelf en mensen. Altijd, ja. Hè. Maar vertel nou gewoon even eerlijk, wat gaat er in de voorstelling precies met jou gebeuren? Want volgens mij ga ik iets heel leuks met je doen. Ja, maar dat is nog niet... Het is, nou, we hebben het al geoefend. Wat doe ik precies bij jou? Je gaat op me zitten. Ik ga niet op je zitten. Nee? Nee, ik bedoel het andere. Wat we wel gewoon geoefend hebben. Je gaat mijn haar op mijn kop trekken. Ja, ik ga aan zijn haar trekken. Ja. Dat doen we dan zo. En dan, dan krijg ik een stomp in mijn maag. Oh. Dan gooi ik hem op de grond. Ja. Ja, en dan geef ik een paar schoppen tegen hem aan. En jullie denken van dat het echt tegen... Kijk, jullie denken dat dit Richard is. Kijk, dit zou echt schop zijn. Ik doe het even zacht. Ja. Maar dan is het tegen zijn buik aan. Maar wat doe ik? Ik doe eigenlijk... En als het heel hard komt en Richard die brult dan, van oh, oh, oh. En loopt nog weg. En dan nog één keer. Ja. Dan geef ik nog even een flinke schop na. Flinke trap. Maar goed, dat heeft hij al verdiend al die jaren. Ja, hè? Tuurlijk. Nee, maar ja. Ja, tot totaal is het afzien. Maar daar hebben we het voor over. En dan heb ik aan jou een vraagje. En dat is gewoon een vraag die ik ga stellen. Stel je voor, als ik weg zou gaan, wat zou met jou, hoe zou jij het vinden en hoe zou jij het uiten? Verdriet? Ik zou me dan niet lekker voelen. Nee, maar zou je verdriet hebben? Ja, dat dacht ik al. Niet tegen mijn achterhoofd. Nee, ja. Maar zou je wel een beetje verdriet hebben? Ja. Zou je dan contact verbreken? Nee. Absoluut niet. Nee. Zou je me dan veel opzoeken? Ik ga dat wel proberen. Hij gaat het dan wel proberen, kijk. Goeie ouwe Richard, hè? Ik kan dromen. Maar tot nog nu toe gaat ik niet weg. We hebben nog geen plannen. Gelukkig niet, hou dat zo. Ja. Maar ik spreek jullie later. Jongens, wat een dag. Richard heeft liedje uitgekozen van, en ik heb gezegd dat gaan carnavalkraakers worden, natuurlijk zangerin is niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Het was ook weer even leuk dat Richard in mijn vlog zat. En vandaag heb ik een vlogger ontmoet en dat is een vlogger waar ik veel naar kijk en hij heet Mitchell Drop. Mitchell Drop heb ik ook wel heel vaak op Instagram gesproken. Ging hij zo'n groep maken en daar ging ik dan mee praten. Superleuk. En ik had al zoiets van, ik wil hem graag een keer ontmoeten. Dat is best wel een wens van mij. En nou, in ieder geval een bekende vlogger. En Mitchell, daar keek ik best wel tegenop. Daar kijk ik tegenop en hij is wel een voorbeeld voor me. En vandaag heb ik een praatje met hem gemaakt. Ik vertelde over mijn theater. Over dat ik acteur ben, dat ik een beperking heb. En toen zei hij van, goh, neem je camera mee. Gaan we samen een vlog maken. En dan gaat hij vloggen, ik vloggen. Dus wordt dus één kanaal. Nee,
dan moet ik het wel even goed zeggen. Ik maak een vlog met hem, hij maakt een vlog, dus er komt dan iets op zijn kanaal van mij. En van hem komt wat op mijn kanaal. Dus ja, lastig uitleg, maar dat zien jullie wel. Dus er komt een vlog aan met Mitchell en daar ben ik wel super blij mee. En dat vind ik ook super tof dat ik met een vlogger een vlog ga maken. En dat vind ik ook super leuk. Nou, vandaag heb ik op een paard gereden waar veel Eduard op zit. Hertogin. Alleen omdat Eduard nu een band heeft met een paard Amigo waar ik wedstrijd mee ga rijden. Volgende keer. Is dus dat Eduard, daar rijdt Eduard dus nu veel op Amigo. En daarom kunnen ook anderen nu op Hertogin. En dat vind ik ook super leuk. Hertogin is de oudste paard van de manege. Die staat er al jaren. Dat is denk ik wel een van de oudste paarden die er staat. Dus ja, super lang staat ze al. En ook super lief is ze. Ook heel groot. En ze rijdt helemaal top. Echt een toppaardje. Echt een lief schat. En zondag wordt het super leuk. Want ik ga zondag ga ik naar Zeewolde. En dat wordt ook super gezellig. Ik heb er ook super veel zin in. Want zoals jullie weten, Kaylee, heb ik wel eens vaker over gehad. Die ga ik dus weer zien. Dat vind ik super leuk, want we gaan in ieder geval leuke dingen doen. In ieder geval zingen had ik in gedachten. Gaf ik ook aan van, goh, vind je het leuk om te zingen? Want ze houdt van zingen, dat is ik. Dus dat is ook een link wat we dus gaan doen. En ja, ik hoop echt dat ze er ook zin in heeft dat ik kom. Want ik heb ook gezegd, joh, dan regel ik ook even eten en kook even. Want tegenwoordig kook ik zelf ook. En dat gaat ook super goed, het koken. En ik maak echt... In het begin dachten heel veel mensen, nou, dat wordt hamburgers. Dat wordt best wel eten wat niet gezond is. Maar ik heb heel veel mensen laten verbazen dat ik heel gezond eet. En dat ik dat ook met plezier doe. Muziekje op de achtergrond. En koken maar. Dus ja, en het is super. Want ik ga nu echt eens een beetje ambulant wonen. Dat ben ik nu aan het leren. En nog steeds heb ik de twijfels van Almere. Waarom ik daarin twijfel nog steeds is dat heel veel mensen zeggen kom naar Almere, kom naar Almere, kom naar Almere. En sommigen zeggen blijf Vinkeveen, blijf Vinkeveen, blijf Vinkeveen. Ik heb binnenkort, ga ik naar Almere, want er wordt een paal in de grond geslagen van het nieuwe huis. En ik heb hier een gesprek met vrouw Linda. En daaruit ga ik kijken van kom ik naar Almere ja of nee. Want eind maart mag ik beslissen, maar ik mag ook tot december beslissen. Dus dat wordt best wel een dingetje. En natuurlijk is het zo dat ik de goede keuze moet nemen. En is het ook een leuke, is het ook een fijne keuze die ik ga, die ik ga nemen. Het is voor mij best wel heel ja, verwarrend in mijn hoofd, ADHD. En de ene kant van mijn... Ik heb ook soms een beetje last van stemmetjes in mijn hoofd dat als het gewoon heel erg chaos is. En de ene kant van het stemmetje zeggen van moet je doen, moet je doen, moet je doen. De andere kant stemmen nee, niet doen, niet doen, niet doen. Want als ik naar Almere ga, zijn er voordelen. Ik woon dichter bij mijn ouders. Ik kan weer op voetbal in Zeewolde, mijn team. Want ik heb altijd gezegd, als ik weer op voetbal ga, wil ik naar mijn team. Nou, dat is dus Zeewolde. Ik kan op de manege blijven. Ik woon... Nou, ook dicht in de buurt van vrienden. Dus dat is ook... en ik kan gewoon blijven rijden. Maar goed, zei ik net ook al. En ik kan gewoon op de manege blijven werken. Maar de nadelen is... Ik moet weg bij het theater. Stoppen met schaatsen. Vrienden achterlaten hier. Andere vrienden. Die ik ook al jaren gewoon ken van school. Moet ik achterlaten. En ja, andere dingen. En
als ik hier blijf, kan ik gewoon blijven rijden. Theater blijven doen in mijn theatergroep, waar ik super blij mee ben dat ik er zit. Op de manege kan ik gewoon blijven werken. Dus zangles kan gewoon, maar ja, dat kan ik ook als ik in Almere woon. Dus dat is best wel een dingetje waar ik een keuze voor moet maken. En mijn vader zegt ook dat ik de keuze zelf moet maken en daar ben ik het ook wel mee eens. Iedereen staat erachter, in ieder geval sommigen staan achter mijn keuze. Als ik zeg van ik ga het doen, staan ze achter me. Zeg ik ga het niet doen, staan ze ook achter me. En mijn vader maakt niks uit, al blijf ik in Vinkeveen, al ga ik naar Almere. Weet je, dat is gewoon een ding en dat is gewoon iets waar ik zelf moet uitvogelen en moet kiezen. En natuurlijk hoop ik zelf dat ik ook de goede keuze ga maken. Maar ik ga even douchen en spreek jullie zo meteen. Later. Ik heb net lekker gedoucht. Even, want natuurlijk de paardrijden, geur moest even weg. Dus het was ook wel even lekker een douche. Zondag ga ik niet afspreken met Kelly. Dat gaat helaas niet door, want ze heeft andere dingen. En daar baal ik best wel van, want ik had toch wel van, joh, ik heb een keer zin om weer gezellig die kant op te gaan. Maar goed, wordt de andere keer, wordt dat. Dus dan in ieder geval, dan gaan we het proberen gezellig te maken met muziek en noem maar op. Maar ik heb verder wel echt een hele leuke dag gehad. Dat zei ik net ook al, en dat ik Mitje Drop heb ontmoet, vind ik ook super tof. En dat hij aangaf van, goh, neem volgende keer jouw camera mee. Neem ik mijn camera mee, gaan we samen met z'n tweeën even vloggen. Dus vind ik ook super leuk dat hij dat vraagt. En ja, dat hij ook wel complimenten gaf. Want ik vertelde de doelgroep waarvoor ik aan het vloggen ben. En dat vond hij gewoon super leuk. En hij gaf zelf een leuke tip aan van, joh, ga wat meer met paarden doen. En dat bracht me op een idee om wel iets vaker met paarden te doen. Misschien met Henk. En natuurlijk op de manege, dat ik dan ook als ik wel aan het werk ben, dat ik dan wat dingen kan filmen. Dus het lijkt me echt super leuk om te doen ook. En ja, ik hoop in ieder geval dat die vlog binnenkort van mij en Mitchell super leuk gaat worden. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Duimpje omhoog, niet duimpje naar beneden. Word abonnee op Matthijs Ruitenbeek. Voeg mij toe op Instagram, dat is Matthijs Ruitenbeek. En op Facebook voeg mij een Laurens toe, dat is vlog, middenstreep, Laurens, middenstreep en middenstreep Matthijs. En daarom zeg ik naar elke vlog, laters!